De Nederlandse regering werkt aan een economisch steunpakket voor de Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De Nederlandse minister Remo Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benadrukte vandaag in Den Haag dat de economieën van die eilanden hard zijn getroffen door de coronacrisis, omdat ze voor een groot deel draaien op toerisme. Voor Aruba, Sint Maarten en Curaçao ligt de situatie anders, al dus Knops, omdat dat aparte landen zijn binnen het Koninkrijk. Het College Financieel Toezicht en het Internationaal Monetair Fonds bekijken momenteel wat die eilanden nodig hebben. Hoe hulp aan hen eventueel kan worden geregeld, wil Knops binnen enkele weken in de Rijksministerraad bespreken. Het inspectieteam van het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft vandaag tijdens een controle in de wijk Beurs iets opmerkelijks aangetroffen bij een Chinese toko. Daar werden flesjes haargel verkocht onder de noemer hand sanitizer. De flesjes zijn in beslag genomen en de verkoper heeft een boete gekregen voor oplichting. Volgens Meo wordt er deze dagen streng gecontroleerd dat niemand misbruik maakt van de ophef rond de coronacrisis. Als gevolg van de huidige situatie rondom het coronavirus is er behoefte onder Nederlandse studenten die studeren of stage lopen in het Caribisch deel van het Koninkrijk om terug te keren naar huis. Er wordt een oproep gedaan aan stagiaires om zich zo snel mogelijk te melden om in aanmerking te komen voor een terugreis. Momenteel zijn de reismogelijkheden beperkt. De KLM heeft de komende dagen voor stagiaires een aantal stoelen gereserveerd op vluchten vanaf de eilanden naar Amsterdam. Maar we moeten wel snel bij zijn.